Ja. Hey Peter. Zo, jee, goh. Nou, deze Amazing Café gaan we opdragen aan Hans Veen, die overleden is. Groot artiest. Oh, het is zeer gemist, want ja. Ik ga gewoon spelen. Okay, welkom bij Amazing Café. Een beetje ingetogen liedjes vandaag. Van Emmylou Harris en Glen Campbell, toch? Nee, joh. Weet je nou? Kan er nu niet opkomen? Nou ja. Hickory Wind. Doe het even, of niet? South Carolina, the many tall pines. I remember the oak tree. Makes me feel better.
Ik hoor het net van, ik weet allemaal, kreeg allemaal appjes van Elrieke, van hoe en hoe is nou precies gebeurd? Hoe is het nou gebeurd? Hij was benauwd. Hij was benauwd en had de hoest en was het snotteren en toen ging het slechter en slechter. En hij was ook degene die niet geloofde in corona? Ja. Toch? Samen met thuis. Ja, ja, we gaan niet spelen. Ja. Ja, ik zeg altijd. Nou, anyway. Zolang ik het niet heb, is het allemaal niet erg. Maar ja, het is feestelijk natuurlijk. Dus dit was eigenlijk, Emily Harris meegespeeld heeft, die toen ook overleden is. Wij doen altijd Love Hurts van hun ook. Emmylou Harris en Kanayoko. Maar dat is... Nee, nee joh, hoezo, wie is dat? Er zijn er trouwens zo ontzettend veel overleden inmiddels. Ja. Het is niet bij te houden. Maar Hans had echt nog niet moeten gaan. Nee. Het is ongelooflijk, Hans. Mijn gitaar is weer niet in beeld, zelfs niet als ik alleen in beeld. Hij was altijd van, speel alleen maar wat je echt goed kan spelen. Dus wat dat betreft volgde ik niet zijn advies op. Nee, dat deed hij zelf ook niet. Oh. Maar gelukkig vergaf hij me altijd. Want hij speelde laatst nog mee met Hippie 2020. Hè? Kan die hier ook bij, weet je nog? Ja, ja. Maar hij was altijd erbij. Ik zal even de camera goed zetten voor met Dirk Jan erbij. Ja, hij staat in het spleetje, een beetje. Okay. Ja, ja, ja. Maar het was toch wel gek. Ja, we hebben natuurlijk allemaal... Maar heeft hij familie? Heeft hij kinderen? Heeft hij een zoon. En hoe gaat het verder nou? Zijn broer die gaat een rouwkaart op Facebook zetten. Ja. Gaan we iets doen? Dus Hans, zijn broer gaat de rouwkaart op Facebook zetten. Dan gaan we iets doen. Weten we straks meer. We gaan zeker wat ingetogener set liedjes spelen. Je mag niet, maar we kunnen geen echt tributeconcert geven voor Hans. Dat kan niet. Alleen online. Dus, maar vandaag is het natuurlijk gewoon Amazing Café. Alleen, ja, nou, dus...
Ze doen natuurlijk allemaal dingen in het kader van, ja, ter nagedachtenis toch van Hans. Sowieso. Maar ik dacht eerst misschien van Love Hurts, omdat ik die hier voor me. Dat is dan wel een goede reden. Hey, ben jij zomers gekleed, joh? Wat ben ik? Zomers gekleed. Ja, nu is het ook hartstikke zacht. 14 graden. Kijk, 14 degrees. 14. 14 degrees. 40 is... 14, anders dan 14? Ja, maar 14, ja. Ja, het is geen 40 graden. Oké. Okay. Ik heb ook geen geluid. Ah, nou. Als ze niet in een maandje, dan maak je ook. Zeg eens wat, dat zei je? Tja. 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 Ja, dus. Dus. Dat lied van Emily Harris. Ik dacht, ik doe iets van Emily Harris ook omdat. Omdat mijn tante vorige keer Emily Harris vroeg en toen had ik niks. Maar deze is, ja, is eigenlijk, die doet me al denken aan mijn eerste oom die overleed. En toen, bij iedereen die overlijdt, moet ik altijd aan dat lied. Ik weet niet, dat lied, dat gaat over vergankelijkheid, weet ik wel. Graham Parsons natuurlijk. Oh my god, wat een slechte zaak dat ik dat niet gelijk wist. Graham Parsons. Ja, maar dat was dus... In de G. Van de... Ja, zo. Maar niet Ellen Parsons. Net niet, net wel. Nou, we doen vandaag een wat ingetogener set. Gezien het feit dat onze vriend Hans Veen overleden is. Van zaterdag op zondag. En daar willen we wel bij stilstaan door een wat ingetogener set te spelen. En eventueel speciaal voor hem wat liedjes te spelen natuurlijk. Oh, dat geeft wel. Dat geeft misschien wel. Ik denk duetten. Ik denk maar anders. Anders 70's. Ja, heb je dan een lange wel? Nee, maar wel. Ja. En van naast haar, dus bij de N. Bij de N. 70's. Dankjewel. Voor het medeleven tekentje. Ja, er zijn heel veel mensen die zijn geschokt en verdrietig. En ik ben er nog niet helemaal af mee. En ja, het is nu dan zo met Amazing Café even een manier om een soort bij elkaar te zijn misschien. Ja, eventueel. En sowieso op Facebook natuurlijk, hè. Hans en Facebook staan er allemaal steunbetuigingen voor de familie en vrienden. En allemaal condolence berichten. Ja? Ja. Ja. Speel maar even voor een stukje. Love is like a cloud, hold a lot of.
I'm young, I know, but even so, I know a thing or two. Some fools think of happiness, blissfulness, togetherness. Some fools fool themselves, I guess. They're not fooling me. I know it isn't true. I know it isn't. Love is just a lie made to make you blue. Love hurts. Ooh, love hurts. Just a lie made to make you blue. Love hurts. Ooh, love hurts. Oh, love hurts. Moest je er gelijk hard in? Moest je er gelijk goed in? Ik moest er gelijk goed in. Ach, voor Hans kan het, hè? Ja. Ja, die ken ik wel, ja. Alleen, ja, ik speel hem anders, maar jij speelt hem in A, hè? Waar doe jij hem? Nee. Gerust aan jij. I miss the day. Zeker. Niet te hoog voor jou? Nee. Laat horen dan. I bless. Even Everly Brothers. Everly Brothers. Everly Brothers. Ja, wij zijn er ook stil van, Yvon. Sterkte iedereen sowieso. We beginnen even dan, hè. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be. Love.
waar voor laat u zo. Welke ik pak dan, hè? Oh, sorry. Ik pak dan de verkeerde. Die zit gauw te hoog in, hebben ze nou. Wat? Nou, te hoog, hij te hoog doet. Ja, doe maar. Ja? Hoe bedoel je? Waar doe je die in? People don't know how just to see them. Oh.
seems to go. But you don't know what you got until it's gone. The paper dies, put on a parking lot. Jouw E, jouw hoogste E. Is jouw hoog. Tikkie, tikkie, tikkie. Ja. Zie je ook hier? Precies. Was be still snatching up. No, really. Teach your children. Where have you been staan? Linker daar staan. Kan je hem maar lezen? Ja, linker daar. Even een nummertje van Crosby, Stills and Nash. Teach your children. Teach your children. Told you were right to just look at them and decide.
parents well. Parents. Your children's town will slowly go by. Every on your dreams, the one made with, the one you know by. Don't you ever ask me why, if I told you. Look at them and sigh, and know they love you. Ja, dat is ook wel een mooi liedje toch wel. Ja, dan spelen die nummers te weinig. Veel te weinig. Dan is het gewoon een beetje al van, oh ja, die deden we vroeger op en wij zien al zo. Ja, I know. I know how it goes. Ik heb een rood oortje. Ik heb het heel warm. Ik zing met iets meer hart en jij ook. Dat is goed. Dat is goed. That's a good thing. Ja. Ja. Help me weer open. Ja, ik heb hem denk ik hier op, maar even kijken. Even, als ik hem hier heb, dan... Fijn dat jullie kijken. Top. Even meezingen dan, hè? Eigenlijk wel. Ja, dat is. Ik wil mijn snoertje terug. Ja, dan heb ik hem dus niet. Kan je hem lezen voordat ik hem dichter bij jou zet? Oh, heb ik hem. Oh, help, heb ik wel. Ik ga even zoeken. Alright. Help. Dus. Als jouw hoofd al in beeld hier. Nee. Oh, maar. Zit ik weer in mijn eentje in beeld hier? Nee, ik heb hem niet. Hier snap ik helemaal niks van. Maar ja, oké. Die heb ik zo vaak gespeeld. Denk je dat je hem kan lezen? Ja. Je moet hem hierin doen, hè? Laat hem maar hierin. Aan meneer? Ja. Welke stem wil jij lachen? Ja? Welke stem pak jij? Aan meneer. Helplessly hoping her eyes. Okay, help, yeah. Yeah? On the sound.
stand by the stairway, you'll see something certain to tell you, confusion at its cost. Love is a lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on a love. You're a warm person, you're too long, you're trees together, they are for each other. Wij missen nu Rien en Jean. Het is ook een gestemde gitaar. Ja, oh, dat is heerlijk. Dank je, Herman. Is dat onze Herman? Herman de tennisspeler. Herman de stichter. Hm? Is dat die Herman die hier altijd zat? Ja, dat is Herman de stichter. Herman, hoe is het? Is dat dan? Nee. Deze wil ik graag doen. Wil jij hem mij even aanvullen? Van Emmylou Harris. Ja. Zullen we vandaag met name verzoekjes kan? Ook als Jan zit hier aan de horen spelen voor Hans, kan ook. U verzoek maar. Laten we vooral dan uit de 70s, 60s doen, hè, van Hans. Maar deze is ook wel zo oud, van Emmylou Harris. Boulder to Birmingham. USA. I was a bird. I was a bird.
this time. Now our spot is gone and I'll survive. Come to listen for the sound of the trucks as they move down. Zullen we de 70's erbij pakken dan? Nou, als je het malt, dan doen we dat toch? Oké. Sorry, nog eventjes nog even iets van Emmelou, ja? Goed? Mag het? Mag het van jou? Dan zijn we die. Deze ken je misschien wel van Towns Van Zandt. Pasha Lefty, ken je? Oh,
town and lit up and left his mouth. The day they laid for ground so low, left his split for Ohio, where he got the bread to go. There ain't nobody know. Oh, let him slip away out of kindness, I suppose.
Moest er even uit. Nou, doe jij lekker even wat dingen eruit zetten. Dat was het. Can you have the Judds? De wat? The Judds. I'm the Judds? Nee. '70s, ook wel in ere van ons vriend Hans Veen, die is overleden van het weekend. Dus ook iets ingetogener, maar ook juist eruit gooien wat erin zit. Even emoties eruit gooien, of niet, Dirk? Wat zoek jij? Ben je aan het denken aan een nummer? Nee, ik ben even, ik denk... Oh, je schrijft dat anders natuurlijk. Oh, zie het, help, plus, dan schrijf je anders. Ja. Step niet stil, zet als we zin. Hopelijk, ja. Wat wil je? Ja, nee, ik heb hem al. Wat wil je? Kijk, nou heb ik hem. Ja, wat heb je? Safe. Dat gaat toch niet dingen doen die we al gedaan hebben? Nee, maar ik ga hem wel even hebben. Dat kan, nou heb ik hem tenminste. Kijk. Welk jaartal zat erbij? Wat had jij nou net? Wat bedoel je? Helplessly hoping. Dat is 60. Jij zat bij de 60's, hè? Ja. Dan zet ik hem daar toch bij. Hier in beeld, wat zijn we doen? Hier in beeld, ja, dat weet ik. Oké, klaar. Ik zal het niet meer doen. Oké, wat gaan we doen? 60 jaar? 70 was je toen, jij ging naar 70, toch? 76? Ja. Maar. En wat wil je dan? Ik zie wel Beatles staan, Long and Winding Road zie ik staan. Oh ja? Die hebben al 100 jaar keer gespeeld natuurlijk. Nou, dat maakt niet uit. Nee, zeg maar dat nummertje. We doen liedjes die we voelen. Nummer 12. 70 jaar. Van de 70's. Ik bedoel, mensen die gisteren gekeken hebben, die kijken heus niet per se vandaag gelijk weer. De wereld is nu anders, hoewel gisteren blijft achteraf. Gisteren was misschien ook een. Ja? Wat is er gebeurd? Zaterdag op zondag. Oh, en het is toch wel heel. Ja, ik had. Onwerkelijk. Ik heb hem pas nog een. Pas stuurde ik hem nog iets toe over die gitaar. Oh, hij was pas jarig toch? Dat weet ik niet. Niet zo lang geleden volgens mij. Dat weet ik niet. Ik stuurde al blauwe gitaar, snap je al? Ja, blauwe gitaar. Oh, ja. Nou. Wat een pit zit daarin. Wat een power. Ja. En ja. Dat heeft hem daarmee gepest. Liet mij backstage bij in het pand toen Chris Simpson speelde. Ja. En mocht ik even die gitaar vasthouden. En toen dacht ik, hey, toen wist ik. Toen voelde ik hoe een gitaar zou kunnen voelen en klinken. En toen ben ik op zoek gegaan. Jaren later had ik de Manzanita. Ik heb hem
geleend toen ik voor Cheryl moest vallen. Die blauwe gitaar? Ja, dat heb ik gespeeld. Zeg het dan daarin. Mensen op die blauwe kunnen... gitaar heb ik gespeeld toen ik voor Cheryl inviel met Alright. Toen Cheryl ging zeilen met zijn broer. Oké. Het ene jaar. Ja, heb je hem staan? En hem staan, meisje. Oké, de Beatles. Zitten 60s, 70s, doen een wat ingetogener set. Nu dat we weten dat Hans Veen is overleden. Die hield ook van Beatles. Die hield ook van Beatles. Zeker, ja, ja, ja. Dan had ik bijvoorbeeld geen vertrouwen in mezelf dat ik een bepaald iets kon leren. Tokkelen en zo. Hij zei, ja, maar als je eet, zit je toch ook niet met je lepel tegen je mond aan. Je weet op een gegeven moment gewoon wat je moet doen. Zonder te kijken. En zo zit dat met tokkelen ook. En wat hij mij ook geleerd heeft, is dat je soms, dat het goed is als je er tussendoor kan lopen. Weet je wel? Als het helemaal volgepakt zit, is het niet goed. Als je er af en toe, als je er wat ruimte laat. Ja, maar hij was een groot artiest hoor, was hij. Dat doen wij hoor, ruimte laten. Toch? Jawel. Ja, oké. Oké. Jij begint, hè? Oké. In the long and winding road till it leads to your door will never disappear. I've seen that road. Oké, en dan? En dan?
Doen we ook doen we alleen maar treurige liedjes of... Gewoon wat we voelen. En natuurlijk ook wel wat mensen willen dat we spelen, maar... En anders, ik zie hier nummer 14 staan. Wat is dat? Denise. Nee, ga je ziet, dat is te vlot, hè? Ja, nee. Dat zei ik dus al. Kwamen we dus, close you? Ik wil best een vlotte, maar... Andere vlotte, oké. Okay. Nee, ook niet. Dat is echt zo'n liefdesliedje. Nou, Alice Cooper? Mag best, ja. How are you going to see me now? Ja, is goed. Waar zit het? Dat is nummer 27. Was iets mee, maar... Hm? Was iets mee, maar wat ook alweer. Ja, dat doe okay. Ik ook wel. Ja. Ja, is goed. Zing jij hem? Ja. Wat jij wil. Ik doe jij mee. Mag ik ook doe mee. Ja, ik geloof niet dat ik dat kan. Hierna gaan we Fleetwood Mac doen. Dank je, Yves. Ja. Dear darling, surprised to hear from me that you're sitting drinking coffee. Yawning sleepily, just to let you know, gonna go home soon. Since we've been on our own,
love the man. Capo 2? Wat is dit? Capo 2 kan en dan? Al, en dan een D. Een E. Goed? En dan is het E dus, ja. Ja. Vind je het erg als ik met capo speel? Nee, helemaal niet. Ga jij hem zingen? Ik weet niet of ik hem dat kan. Does you feel love? You feel love. Wacht, wacht, wacht. Doe eens een octaaf hoger en doe eens dit. Wacht eens. You feel love myself. En ik krijg straks een rood oog, ja? Krijg je een rood oog? Ja. Ah, oh, mooi zo. Calypso zit erachter, hè? Inge hoort er een vioollijntje bij. Goed zo, dan kun je dat ook mee spelen. Oh ja, een vioollijntje erbij, ja. Zoals de corona over is, dan moeten we eens... dan moet Inge eens meedoen. Ja, we kunnen maar met z'n tweeën zingen. Dat zijn de voorschriften. Erg zuur nu, want nu dat Hans er niet meer is... Hans Veen is overleden.
Ja, dan kunnen we niet eens bij elkaar komen om met z'n allen voor hem te spelen. Dat vind ik zo bijzonder. Ja, ik ben ook benieuwd hoe bijzonder. Het is, want er mogen we 30 man bij een begrafenis mogen we 30 man. Uitvaart, nou ja, ik ken hem al heel erg lang, maar... Zeg, ik ga er wel heen. Het is een vriend van me, ja, maar... Ook. Iedereen... Maar ik zal er niet bij zijn, misschien jij ook niet, Erik, want... Ik denk het wel. Als je de familie hebt, zijn zoon, zijn broer, zijn... Nou, en ze waren er niet zoveel. Ik denk dat er niet zoveel zijn. Nou, hij heeft gewoon familie, hoor. Ja, hij heeft... En hij heeft heel veel goede vrienden, echt goede vrienden. Ja, maar ik denk zeg maar, dat wij daar wel bij horen. Jawel, maar ik weet het niet, ja. Net Egan. Net Egan, ja. Ja. Ja, met... Ja, maar ja, ik het moeilijk, ging toch? Natuurlijk ook, ik ging ook wel eens naar thuis toe. Ja, ik toch? Was zelf aan toe. Nee, ik niet. Nee, hij was heel erg op zichzelf. Nee, maar dan ging we oefenen. Nou, oké, maar dat heb ik nog nooit. Hè, ja. Ik denk dat ik één... Ja. Ik haalde hem op bij hem thuis, maar ik was niet bij hem thuis. Ja. Nee, binnen. Dat was heel leuk. Maar ik ken hem al. Heel erg. In de Almkerk had ze hem. Zo, het is... Ik riep hem altijd als ik singer-songwriters nodig had. Calypso van John Denver. We zitten in de 60s, 70s. Er mag wel geroepen worden, met name ook... Oh, Gosje. Er was net Fleetwood Mac gevraagd. Oh ja, die moeten we dan eerst. Die doen we dan eerst, ja. En Fleetwood Mac, waar staat hij? Bij de F. Daar zitten we in, hè. Dit was de D nog, hè. Ja, komen we straks wel terug, hè, bij John Denver. Ja, dat kan wel. Zitten weer dicht. Ja, daar heb ik ook vaak. Nou, even klaar, hè. Ja. Even je neus in. Yes, yes. In je neus blazen. Even je neus. Even neuzelen. Maar luister eens. Dreams? Ja, en welk nummer? Of Oh Daddy? Welk nummer? Oké, 34. Of zullen we gewoon Go Your Own Way? Don't stop. Go Your Own Way. Go Your Own is maar. De chain is ook best mooi, maar die ken ik niet zo goed. Maar die heb jij. De laatste keer heb jij die gedaan. Chain vind ik erg mooi. Ja, maar die ken ik dus prachtig. Niet. Die moet je echt even luisteren. Nee, die ken ik dus niet. Sommige nummers zijn het waard om even te luisteren. Ja, ja. Ja. Onderlaatst hoorde ik hem op de radio, maar dan zit ik in de auto en zo. Dan kan ik. Yes. Tell me more. Open up, everything's
Dreams vind ik wel oké. Ja? Ja. Ik weet ook niet meer zo goed hoe het ging, maar dan hoor ik wel eens die gaat. Only love that you serve, may it the way you feed me.
what you know and what you have. Die stuurt een hartje, bedoel ik hoor. Oh, die stuurt een hartje? Ja. Naar mij. Die stuurt naar mij een hartje. Ook naar mij, denk ik. Die stuurt naar, ik denk naar mij, hè. Naar mij, hè, Yvonne. Yvonne, naar mij, hè. En naar mij ook, hoor. En naar mij, hoor. Wel naar mij. I'm sure, I'm sure. 27, 30, wil je het proberen dan, of? 37, ja, ik wil alleen maar even hoe die is. En ik probeer wel kijken of ik iets mee kan doen. Ik krijg ineens allemaal hartjes. Ja, allemaal voor mij. Lekker hoor, schat. Yeah.
gooien, vind je niet, Dylan? Ja, dat is helemaal waar. En dan ook wel weer terug te komen naar gewoon rustig, zeg maar. Zullen we het John Denver blokje even afmaken? Omdat ik vind het leuk om dan toch ook Country Roads te doen. Echt waar? Oh, als laatste. Dus nou eerst Calypso en dan Country Roads nog. Oké. Okay. En dan misschien wel Joe Cocker nog, of niet? Jan Lul. Nee. Luister eens. Ja, Joe Cocker. Welk, ja. Hey, en waar is die in de Calypso? In de A. In de A? Op John Denver. Ga je even leggen, ja. Ga je even leggen, joh. Goshie. Nou zo, doe. Zo, en dan zo. Kussentje in je rug. En dan zo, en dan zo. Zie je dat? En dat het helemaal niet zo was. Anders moet je gaan staan. Je weet hè, je krijgt kramp. Toch? Ja, ik ga even staan. Ja. Maar dat komt, die stoel. Oh. Oh. Joehoehoe. Moet je zo? Dan moet ik zeker ook gaan staan, want anders ben jij niet meer in de buurt. Nee, ik ben wel 7 meter van jou vandaan. Nee, kijk. Oh, nou, dan moet ik even zo. Kijk. Weet ik nog, Dirk? Ja. Oké, dan zo, doe ik het wel zo, want anders. Dan maar zonder gitaar. Zie je mij niet? Dan moet je hem iets draaien, dan moet je hem iets zo draaien. Naar je toe. Ja, de poot is naar links. De poot is naar links. En naar links nou? Nee, dat is naar rechts. Nee, want jij moet toch in beeld komen? Oh, oké. Even kijken hoor. Dan schuif het erop. Is het wat zo? Het is wat. Is het wat? Waar in de trap? Oh nee. Oké, okay, John Denver, een blokje even afmaken. Het was er net begonnen. Ja. Jij zingen, hè? Sail on a dream, crystal clear ocean, right on the crest of a wild raging storm. To work in the service. Life and living, search of the answers, the questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. I can let
For though we are strangers, you're sad and worthy to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, be as the wind so joyful. Ineens weer in beeld. Maar nou, het beeld is nou nergens. Jij en ik ook niet. Het beeld is met ons weggelopen. Wacht even. Ja, ik blijf voor zo. Idee? Ja, ik zie het zitten. De linker poot. Waar ben jij? Ja, ik ben daar. Ik zie daar. Is de stoel voor dat... Die stoel is hier. Die stoel is hier. Ah. Oké, laatste van John Denver even. Country Road. Kunnen we allemaal even meezingen? Iedereen die even zijn gevoel wil laten spreken via zingen, kan toch? Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the tree. Younger than mountains, growing like a breeze. County road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home to the county road. Minus ladies, strangers to blue waters, dark and dusty, painted on the sky, misty days of moonshine, teardrops in my eyes, county road, take me home. Voices in the morning.
morning as she calls me. Radio reminds me of my home far away. And driving down that road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, County Road, take me home to the place. Naar huis. Ja, maar dit lied ja, is... Ja, toch wordt het zo gezongen. Ik dacht, oh nee, nooit. Alleen door jou. Ik dacht al, even tijd van... Ik geloof het niet, joh. Nou, ik heb, het ik is heb, Take Me Home, Country Road. Ik heb dit van de originals ook... Nooit zingen ze naar To the Country. Nee, nooit. Ik ga hem opzoeken. Ja. En stuur ik hem jou op. Van Merle Haggard of zo. Of, ja, Merle Haggard. Leer mij Merle Haggard kennen. Die heeft dat zeker nooit gezongen. To the Country Road. Dat kan niet. Nou, ik besef het net pas. Nee, dat kan ook niet. Maar je kan ook gewoon naar de wegen thuis willen. Nee. Ja, naar Country Roads. Country Roads. Weet je wat het is? Country Roads. Dat is het platteland. Ja, de weg naar Rijden huis. Rijden wij naar huis. Ja, Country Roads. De plattelandsweggetjes. Nee, Take Me Home. De plattelandsweggetjes. Ja, Country Roads. Nee, de plattelandsweggetjes. Dat is Country Roads. Via de Country Roads wil je naar Kijk. Huis. Country Roads, yeah. Take Me Home, take me home. To the place where I belong, West Virginia. Take me home, Country Roads. Take me home, Country Roads. Nou, gewoon toe, je ziet het ook. Ja, dat zeg ik toch, dat is goed. Take me to the Country Roads. Maar je kan het toch uitleggen zoals nee, jij Nee, echt niet. Nee, echt. Jij hebt gelijk. Altijd. Ik ben een beetje vandaan van waar we vandaag voor het gevoel in zitten, vind je niet? Oké. Ja, wat gaan we nog meer doen? Zullen we iets doen wat we nooit doen? Iets wat we nooit. Ja, wat deed Hans altijd? Hans deed, ik ken nog wel eentje van Tim ja. Harding natuurlijk. Doe maar. Ja, doe maar. Ja, liedjes die Hans zong. En anders hebben we natuurlijk de Beatles, deed hij. Ja, dat hebben we hier ook wel. Ja, zegt Yvonne. Hans zong, wat zei ik nou net? Tim Harden, toch? Ja, Tim Harden.
Maar ook natuurlijk ja, een heleboel andere dingen ook. Maar hij deed natuurlijk ook Dylan, maar dan kan ik maar. Ik ken maar één lied van Dylan. Van Dylan, ja. Dat is echt heel erg. We hebben wel Joe Cocker, wat ik zei. Die zou die ook nog wel leuk vinden, denk ik. En wat zoek jij nu? Alanis, dat doen we een ander keertje. Dankjewel voor het vragen wel. Super. Mag ook wel. Ja, of een beetje in de stemming van waarin we zitten nu. Misschien kan ik er wel één of zo bedenken die er wel bij past. God, hoe kan dat nou? Die heb ik al die nummers. En dan staan ze hier. Dirk Jan zoekt even een liedje op. Ja, maar die heb ik. Van Tim Harden. Wie is dat ook alweer? Wat deed hij nou? Ja, dat is een simpel song voor je, weet ik even van Golden. En I'm the black sheep boy, oh, never go. Pretty face, blue face is blue. Shine bright, the black sheep boy. Oh, it's a cold song. Well, I can't do the type of that. I have a few notes. So get back to that. Iemand zegt iets, Yvonne. Wat zei je? Ja. Yvonne zegt, we hebben met Hans op het podium gestaan toen hij Tim Harden deed. Ja, Tim Harden. Ja, klopt, ja. Kijken of ik dan dingen kan. Ja, ik kan er nog steeds niet over uit. Natuurlijk voorlopig niet, maar... Het hoort natuurlijk gewoon bij het leven en als je ouder wordt, dan gaan er meer mensen die je kent gaan heen, want die worden ook ouder en nou ja, Hans was echt nog niet, en deze is ook het was de tijd nog niet, maar ja, wie bepaalt dat, hè? If I listen long if I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight faced when I cry, still I look, find a reason to believe someone like you makes it easier to let somebody else, somebody like you, makes it easier. Never thinking about myself. If I gave you time to take your time, I'd find a way to leave the past behind. You get my lesson. That you lied straight faced while I cry. Still I look, find a reason to believe someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easier to get never think about myself. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight past what I cried,
Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easier. If never think about myself, if I listen long enough to you, I'd find a way to believe it is so true. Knowing that you lie straight, breath while I cry. Still I look to find a reason to believe. Dirk Jan is even liedjes aan het zingen van Tim Harden, zoeken, sorry, van Tim Harden. Die hebben inderdaad op het hippiepodium één liedje meegedaan, toch? Ja, wij hebben Simpel Song of Freedom. Ah, ja, van Harden? Nee, ik ken hem wel, ik heb het gewoon niet. Of ik zou bij categorie moeten kijken. En dan zou ik bij Hans moeten staan, maar dat geloof ik helemaal niet. Zullen we even Beatles doen dan? Ja, doe maar Beatles, ja. Get Back, 11? Ja, ik moet ook even een beetje spelen. Oh, die heb ik, zeg jij maar. Even wachten, het is dit zo. Kijk, ja, kijk naar je hand. Maar dan moet jij zingen, hè? 60? Ja. 11, 11. Bij 60 of 70? 60, sorry. Ja, ik kan hem eigenlijk niet zingen. Hm? Ik kan hem eigenlijk niet zingen. Maar ik doe wel helpt straks, hè? Maar... Ja. Jojo was a man who thought he was a lover, but he knew the world was out. Jojo let me roam and don't go Arizona for to get a bit of breath. Get back, get back, get back to where you won't belong. Get back, get back, get back to where you won't belong. She was a woman, but she was not a man. All the girls who party wanted it's coming, but you get wise again. Get back, get back, get back to where you want to belong. Get back, get back to where you want to belong. Thank you.
Alleen, ja. Ik snap het, wat je bedoelt. Ja. Help? Oh ja, dat kan. Help. Zalen? Help. Help, ben je benieuwd, ja. What is it for all the lonely people? Where do they all come from? Heb je Help wel eens van Tina Turner gehoord? Help van Tina Turner wel eens gehoord? Nee. Ja. Ja, maar eens googelen. Ja? Ja, je weet niet waar je hoort. Ja? Dat is geweldig. Ja? Ja. Ja, die kan zingen, die vrouw. Ja. Zullen we Hate You doen? Die heb ik nog nooit gedaan in Amazing Café. En dat vind ik eigenlijk een zeer slechte zaak. En ik denk dat het nu ook wel een mooi lied is. Mm-hmm. Voor jou. Ik vind het wel. Zo, mijn les, joh. Ik weet niet waar het staat. Sta je toch? Oh, je staat er ook bij. 13. Wat doet hij, hè? Wat wil jij? Hey, ga jij hem doen of ik? Nee, jij. Maakt niet uit. Wat jij dan? Nee, volgens mij, ik weet. Ik zing maar mee. Zing jij mijn G? Zing ook eens C, volgens mij. Ik wil hem mijn G. Hate you, don't make it bad. Take a
Standing there, maar ik weet niet of ik hem kan spelen. Ja? Zullen we dit doen? 14? Ja. C. C7. Nee, dankjewel. 1, 2, 3, 4. While she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way behind the bed. And I could see that before too long I found
centers. I never dance with another. Ja, in de G.
Ja, oké, denk ik. Daarom zou ik nooit beweren dat ik kan gitaar spelen. Eh? Want die doe ik nooit tussenaan. Ja, dat is niet zo plastic op. Nee, maar het is gewoon een kwestie van moeite erin steken. Maar ik heb nou van mijn vader heb ik nou allemaal akkoordjes voor de ukulele gekregen. En er zitten wel al die jazz dingetjes bij. En vier snaren, dat is te overzien voor mij. Ja. We doen ook Under the Boardwalk straks. Goed? Straks. Under the Boardwalk straks. Oké, Dream a Little Dream, Mama Cass Elliot. Oh yeah. Hoe laat is het, Dirk? Het is 9:15. Oh. Mama Cass, welk nummer was nou weer? Oh, 25. Ik zit allemaal te toppen, jongens, met mijn lens. Ik zie niks. En ik had ook California Dream, heb ik nou ook een beetje. Oh, gaaf. Ja, maar het staat ook voor mij, hè? Nee, ik zie me goed zonder. Zullen we dat doen?
is de mama's en de papa's. Zullen we dat doen? Is dat wat? Ja. Mag jij zingen? Samen? Ja, beginnen. Ik ja, jij. Jij begint hoor. Ik? Ja. All the leaves are brown and the sky is gray. Stars shining bright above you.
Ik zou heel graag Vincent willen doen voor. Ja, nou, dat zou echt voor Hans. Want ja, ik heb hem de hele tijd al in mijn hoofd en ik wil hem heel, heel graag doen voor Hans. En waarom nummer zou het zijn? Don McLean, natuurlijk. Van de 70s. Ja, ja. Ja. Ja, we zijn natuurlijk vandaag een beetje aangeslagen. Ja, het is gewoon. Ik ben er nog helemaal niet. Nee, Hans Veen, een vriend van ons, muzikant, medemuzikant, is overleden en heel onverwachts, heel onverwachts. En dus een groot kunstenaar. Ik heb hem wel als typetje zien spelen. Nou, ik wist niet wat ik zag, wat ik meemaakte. Groot, groot kunstenaar, kunstschilder, portretten schilderij, zo prachtig, prachtig. Cartoon strips, zijn eigen strip had hij. Hij was rechtbanktekenaar. Ja, hij was rechtbanktekenaar. En ik ken hem vanuit het pand in Gorinchem. En daar heeft hij heel vaak gespeeld en ook volgens mij host voor. Artiesten, in ieder geval Chris Simpson. En toen heb ik hem leren kennen, heel lang geleden. Tommy Emmanuel, ja. Hij doet mij, hè? Hij hoorde van mij een plaat uit, dat is helemaal kochelen. Hij is geloof ik 6 of 7 keer geweest en ik niet 1 keer.
Ik heb hem al een paar keer gezien, dat Tom. Maar ja, oké. Okay. Nou ja, rust en vrede, Hans. En deze is voor jou. Kijken of ik hem echt in beeld kan krijgen, dat we gewoon echt in beeld zijn. Maar ik moet hem wel lezen, want anders kan ik het niet. Zullen we daar gewoon mee afsluiten? Ja. We afsluiten aan deze speciaal voor Hans. Hans Veen, die overleden is. Vincent van Don McLean. Ja, ik wacht wel hoor, Dirk. En dan zien we jullie volgende week. Ja, dat is gewoon de laatste van vanavond natuurlijk. Het is ook al tijd, of niet? Het is ook al gewoon tijd, toch? Ja, Christine. Okay, dan. Maar jij zou toch ook nog, zou van de week nog wel streamen met Saskia? Dan zou je ook mee. Goed. Dat kan, maar dat is moeilijk. Dat kan niet. Jawel. Oké, voor Hans. Don McLean. Zoals hij zei, hè? Don McLean moest je niet zeggen. Don McLean was het. Don McLean, want Don McLean is van je tandpasta. Please. Ja. Ik krijg hem niet in beeld. Oh. Jij krijgt jezelf niet in beeld? Kijk, dit. Daar kan ik het niet lezen. Maar wie wil er mee? Oh, iemand wil er mee. Nee, ik wil lezen. Ik wil lezen en mezelf in beeld en de gitaar in beeld. Ja, dan moet je. Kan het? Ja, dat kan niet. Sorry, nee. Okay. Starry, starry night. Even afnemen, sorry. Ja? Starry, starry night. Paint your pillow blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill. Sketch your trees and the daffodils. Catch a breeze in the winter chills and colors on the snowy linen land. And now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds and violet haze. Reflecting Vincent eyes of China blue, colors changing you. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand. You try.
person did it not know how. Perhaps they listen now, for they could not love you. But still, gelukkig ben. Misschien is hij wel toch wel geschrokken dat hij een hoop moet missen. Hè? En net als altijd doen wij met muziek alles verwerken. Toch? Dus welterusten allemaal. Noem maar afstand. Dat is mooi.